Mevrouw Margriet Meekhof, een bijzondere avond vandaag. Ja, zeker een bijzondere avond. Het begin van ons seizoen weer. We hopen er een gezellige seizoen van te maken en daarvoor dus dit nieuwjaarsconcert. Een nieuwjaarsconcert, hè? Het is zeker een traditie, hè? Vertelt u eens. Nou, het nieuwjaarsconcert hebben we eigenlijk al jaren, maar sinds vorig jaar zijn we dat ook gaan doen met de jazzclub. Die is jaren hier kind aan huis geweest. Helaas hebben zij de belt in de NBM neer moeten leggen. Maar om toch een beetje de traditie voor te zetten, hebben ze toch maar uitgenodigd deze avond. En ik denk dat we een gezellige avond kunnen maken. Aan het publiek te oordelen, lukt dat wel, hè? Is het altijd zo druk bezocht? Het is een goede opkomst vanavond, ja. Het is eigenlijk vergelijkbaar met anders. Ja, gelukkig wel. Hoe vaak zijn hier voorstellingen? De concerten en dergelijke niet zo heel vaak. Wij moeten het meer hebben van de andere wekelijkse activiteiten en de maandelijkse bingo en prijskaartavonden. Wat voor activiteiten zijn dat? Activiteiten zijn bijvoorbeeld de koersbal, we hebben een boetseerclub in huis. De line dance heeft hier een avond en het biljarten wordt hier eigenlijk dagelijks uitgeoefend.